inderdaad, want ja, even kijken, ik hoop dat er nog wat meer werkwilligen zullen gaan komen. Oké. Nou ja, goed, we hebben allemaal gehoord dat het weerbericht gaat worden voor Koningsdag. Ja. Nee. Natte sneeuw, ijzel, regen, koud. Dus om gelijk maar even met de deur in huis te vallen. Sneeuwbel. Kerstnummer. Geef mij de kans om het in één keer te goed te vertellen. Ja. Als het slecht weer is, dan spelen we daar in principe alleen het Wilhelmus. En Henk, jij bent dirigent van Excelsior. Ja, dat klopt. Ja, hoe lang doe je dat al? Ik ben hier dirigent geworden in september 2007. Dat is 10 jaar bijna. Dat is alweer bijna 10 jaar. Ja. Eigenlijk is dit een soort van jubileum. En ja, ik weet nog goed hoe ik hier kwam. Dat was, ik reed volgens mij toen, ik speelde toen net bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso in Assen. Ja. En ik reed naar huis toe en ik kreeg een telefoontje van een van de leden hier van of ik geïnteresseerd was om een auditie te doen hier voor de directie. Ja. En ik denk van, goh, Excelsior Wassenaar. Daar heb ik altijd heel erg tegenop gekeken. En dat was eigenlijk wel, ik voelde me wel vereerd. Ja. Nou fijn, dus auditie gedaan, proef gedirigeerd, gesprekken gehad. En blijkbaar was ik de uitverkorene, want sindsdien ben ik hier dirigent in Wassenaar. Ja, precies. Dus. En jullie hebben binnenkort een heel aantal concerten op het programma staan. Ja, kun je daar iets over vertellen? Nou, we hebben altijd de gangbare dingen als 4 mei, Koningsdag, vroege Koninginnedag natuurlijk. Vroeger hadden we altijd ons prinsessenconcert. Dat is een traditie die we al, ik geloof, een jaar of 20, 25 doen. En daar geven wij een gratis concert voor de burgers van Wassenaar. En wat wordt het repertoire dan? Het repertoire is dit jaar een compleet Amerikaans repertoire. Dus we hebben als anker, zeg maar, Leonard Bernstein. Wat we nog meer doen is, even uit met de Charles Chaplin fantasy. Ja. Of selectie is het meer. Nou, hoe Amerikaanser kan het zijn? Ja. En dat is dan weer een arrangement van Marcel Peters. Maar een Excelsior is een harmonieorkest. Klopt. Is dit ook echt muziek voor een harmonieorkest? Eigenlijk niet. Het is van Bernstein en van Chaplin. Het is natuurlijk gemaakt voor filmorkesten of musicalorkesten of symfonieorkesten. Ja. Wij hebben daar arrangementen van. We hebben een hele rijke arrangeurscultuur in Nederland. Die eigenlijk ongeëvenaard is. Ik noem een Henk van Lijnschoten, nou, Marcel Peters, Koos Mark. Ik weet niet of de namen jullie wat zeggen, maar niet veel, maar nou, oké, dat zijn dus echt de toparrangeurs hier in Nederland. En tegenwoordig is er nog een bijgekomen. Dat is mijn goede collega Hans van der Heijden. En die schrijft bijvoorbeeld een Western medley. Een arrangement van wat is het, Bonanza, Once Upon a Time en allemaal dat soort muziek. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dank u wel. En ik kom absoluut kijken. Oké, nou, van harte welkom. We spelen de eerste tekort. Tadadadadada. Tidadadadadadadada. Tida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 . Gewoon het eerste. Twee, drie. Naast mij staan twee voorzitters van Excelsior. Een oud-voorzitter Albert van Toorn. En de nieuwe voorzitter Thomas Frieskonst. Mag ik beginnen met Albert? Albert, jij bent lang voorzitter geweest, heb ik begrepen. 10 jaar. 10 jaar. En daarna 20 jaar vicevoorzitter. Ook nog? Ja. Ook nog. Ja, ik was niet weg te slaan. Nee. Dus jij kan wel wat vertellen over de historie van Excelsior. Uiteraard, ja. Ik heb ook het 100-jarige bestaan helemaal meegemaakt. En toen was ik invalvoorzitter, ad interim. En toen heb ik een prachtige tijd gehad om alles te organiseren. En toen is er ook het boekje gemaakt, 100 jaar, een eeuw Excelsior. Met het begin tot de 100 jaar in 2001. Dat was want het was in 1901 is het opgericht, hè? Ja, hier op het plein, waar nu de zaak is van de dierenspeciaalzaak. Van de Lely. Van de Lely, en daar is het begonnen in de keukentje. En de eerste voorzitter
was de dokter die hier op het plein woonde. Thomas, jij bent eigenlijk niet zo bekend in Nederland, hè? Jij bent geen Nederlander. Nee, ook niet. Volgens mij ben ik de eerste buitenlanders als voorzitter van Excelsior. Maar ik kende Excelsior van vroeger, dus ik kom hier regelmatig. En ik heb ook een goede mentor in het voorzitterschap. En ik vind het een eer om te mogen doen. Ja, want het is eigenlijk het publiek, zullen we zeggen, de mensen die in het orkest spelen, is wel een beetje veranderd in de loop van de jaren. Zeker. Ja, vroeger was het allemaal Wassenaars. Maar nu is half om half, denk ik, Wassenaar en van buitenaf. Ja. En nu hebben jullie een heel aantal concerten op het programma staan. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, wij oefenen nu vanavond onder andere voor de voorjaarsconcert. En dan hebben we ook natuurlijk de dodenherdenking, traditie trouw. En wij gaan ook spelen voor de veteranen op de Pauw. En in het najaar hebben we, zoals ook gebruikelijk, een najaarsconcert. Voordat wij weer in het nieuwe seizoen met het nieuwjaarsconcert beginnen. En de hoogvliegers. Dus ook nog. Dat is heel bijzonder. Ja, dat is zo ontroerend als je dat ziet. Die kinderen die dan een hele dag beleven om even in een vliegtuig naar boven te gaan. En dat is ook een ontlasting van de ouders. Even. Ja, is ook zo. En wanneer is dat van de hoogvliegers? Op moederdag. Het is een beetje moeilijk. In mei. Ja, 14 mei. 14 mei. Een beetje een moeilijke combinatie, maar dat moet kunnen. Ja, precies. Met wat mensen die spelen in het orkest van Excelsior. En links van mij zitten twee mensen die eigenlijk een beetje van de oude garde zijn. En rechts van mij mensen die wat van de nieuwe garde zijn. Want ik denk dat het voor Wassenaars best heel belangrijk is om te weten dat er toch wel een soort metamorfose is geweest in Excelsior. En naast me zit Theo. Theo, kun jij een beetje aangeven wat dat voor verandering is geweest? Nou, de grootste verandering is dat het was vroeger meer een dorpsharmonie. Het grootste deel van het orkest werd gevormd door mensen van verschillende families. Mijn linkerbuurvrouw is nog een van de exponenten daarvan. Maar in de loop van de jaren is dat wat minder geworden en zijn er steeds meer anderen bijgekomen. En ook met name mensen van buiten Wassenaar. En welke exponent ben jij?
Ik ben een zoveelste generatie, mag ik wel zeggen, van de Does, familieleden. Mijn opa speelde hier al in het orkest. Mijn vader en mijn ooms, mijn tantes hebben hier gespeeld. Neefje en nichten, dus het is echt een hele familievertegenwoordiging heeft hier gespeeld. En jij kunt ook beamen wat Theo zei, dat er echt een hele metamorfose is geweest. Ja, absoluut. Precies wat Theo zei, dat is een veel een breder publiek geworden qua achtergrond van de leden. We zijn niet alleen maar uit Wassenaar, ook uit Den Haag, Leiden en omstreken. En dat heeft gewoon een hele leuke invloed gehad op de vereniging. Het is heel met zijn tijd meegegaan, ja. Nou, dan ga ik gelijk even naar mijn rechterburen, want dat zijn dus de mensen van de nieuwe lichting. Kunnen jullie even voorstellen? Ik ben Karin Ooms. Ik ben hier komen wonen 4 jaar geleden. Ik ben Engels. Jij bent Engels? Ja. Ik ben Bas Bruins en ik woon in Zoetermeer. In Zoetermeer. En wat heeft jullie nou ertoe gedreven om dan naar Wassenaar te komen om bij Excelsior te gaan spelen? Nou, ik heb jarenlang klarinet gespeeld, maar ik had dan een tijdje niet gespeeld. Mijn man komt uit Wassenaar vandaan en wij zijn teruggekomen 4 jaar geleden. Ja. Dus ik dacht, als ik hier terugkom, wil ik weer gaan spelen. Dus ik ben na 20 jaar gewoon 2 jaar geleden hier begonnen. Okay. En uit Zoetermeer? Uit Zoetermeer, ja. Ik heb heel lang geen trompet gespeeld. Dus eigenlijk met mijn 18e is dat ding de koffer ingegaan en nooit meer eruit gekomen. En dankzij een van de leden hier in de vereniging die zei van je moet het echt eens proberen. Je moet bij ons eens komen spelen, want we hebben een leuke, gezellige club die mensen echt wat gunt. Nou, dat is gebleken en ik ben ook gebleven. Jullie gaan straks op 20 mei een concert houden. Vroeger heette dat het Prinsessenconcert. Dat heet nu geloof ik het voorjaars. Diverse namen ook. De diverse namen. Nu het voorjaarsconcert, begreep ik. Ja, ook dit jaar volgens mij. Ja. Ja. En wat wordt het repertoire? Ja, we hebben eigenlijk een beetje een Amerikaanse repertoire. We hebben wat filmmuziek, westernmuziek. We hebben ook Leonard Bernstein wat musicalmuziek. Fiddler on the Roof hebben we bijvoorbeeld ook. Het is een hele diverse, maar toch wel als thema toch wel Amerikaanse muziek. Zowel uit de film als uit de musicalwereld. Okay. En wat is de entreeprijs? Niks. Het is helemaal gratis deze. Helemaal gratis. Dus graag komen kijken en luisteren vooral. Ja, en wat is nou, waar zou je nou de mensen mee kunnen trekken en zeggen van nou, je moet echt naar ons toe komen, want dat is zo fantastisch. Nou, de muziek is wel heel makkelijk om te luisteren. Er zit veel ragtime en heel makkelijk muziek om te luisteren. Dus ook als je geen verstand hebt van muziek, is het leuk om gewoon te horen. Okay. Dus jullie zijn het allemaal mee eens, iedereen moet gewoon komen. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Oké, okay, nou heel veel succes de 20e en wij komen in ieder geval. Dankjewel. Dankjewel.